Allemaal, lieve Hockey.nl-kijkers. Ik ben Bjorn Verlooping. Ik zit zelf in Heren 1 van Hockeyclub Leerdam. En we gaan eens even kijken hoe het weer is om op het veld te staan. Hoi, wij zijn Liv, Zoe en Sanne. En wij hockey bij de Almeerse Hockeyclub in Jong Dames 1. En vandaag is onze eerste wedstrijd. Yay! Nou, hallo allemaal. Ik ben Douwe Brand. Ik ben keeper van Jong en Reen, DHV in Deventer. We hebben na een half jaar eindelijk weer training. Kijken of het iets gaat worden. We hebben weer zin om te trainen. Ik moet ook voorbereiden, ik moet ook zelf trainen natuurlijk. Ik kan niet alleen maar commentaar geven. Ja, komt goed. Jullie mogen meekijken. Inmiddels hebben we ingelopen en hebben we ook overgepaast, zodat we lekker ingespeeld zijn. We zijn nu bezig met een oefening waar we heel erg goed leren om de bal zeg maar stil te houden als die stuitert. Want we hebben een heel nieuw park, het glaspark. En ja, dat is natuurlijk super fijn dat we een nieuw veld hebben. Alleen, we moeten dus nog best wel wennen aan dit veld. Zo lekker om eindelijk weer te kunnen trainen met z'n allen. Hoe is het met de conditie? Geen drama. Wie doen we? Ja. Hoe is het met de conditie? Gespeeld. Hi. Hoe ging het, meiden? Ja, prima. Ging best wel prima. Boven de verwachtingen. 2-1, 2-1 winst. Eerste drie punten zijn binnen. Zeker tevreden. Gaat stijgen in de lijn van 4. Niet normaal. Ja, echt. Dus speel je ooit tegen Almeerse dames jongen? Ik zou maar even kijken als ik jou zijn. Ja, nou, wat vond je ervan? Training? Conditioneel goed? Ja, ik vond het wel weer leuk om weer binnen. Ja, conditie kan beter, hè? Niet zo wel op trainen, hoor. Lange tijd niks doen. Nee, precies. Hoort erbij, hè? En we Michiel, hoe was het conditioneel voor de training? Ik ben echt kapot. Ik heb vrij weinig uitgevoerd in die tijd zonder hockey, maar wel fijn om weer één keer per week ontzettend kapot te gaan. Normaal gaan we eerst met z'n allen even lekker douchen. Ja. Zo hoor je het. En daarna een lekker biertje. En nu kan het hem niet meer. Dus gelukkig speelt Ajax vanavond. En dan gaan we kijken wat wij kunnen leren. Goede training gehad. Tot volgende training. Yo. Nou, we zijn inmiddels klaar met trainen en we gaan nu gewoon lekker naar huis. Want we hebben nog steeds een avondklok. Dus we moeten weer op tijd thuis zijn.